beste vrienden, nationalisten, partijgenoten, het is geweldig om jullie hier vandaag zo talrijk te mogen zien op onze protestmeeting. Het verbod op een meeting van het Vlaams Belang in de hoofdstad van Vlaanderen bewijst de angst die de systeempartijen hebben voor onze partij en voor de kiezer. Dit is het slotevenement van de 10-daagse wandeltocht van onze nationale voorzittersdom van Grieken. Maar het is geen slot. Het enorm krachtig signaal dat u vandaag geeft om in zo'n massaal aanwezig te zijn, dat is pas het begin. Beste vrienden, op mijn tocht van bijna 225 kilometer naar Brussel ben ik heel veel mensen tegengekomen. En ik heb met heel veel mensen gepraat en vooral ik heb naar heel veel mensen geluisterd. We staan hier voor iedereen die werkt, spaart en onderneemt. En als wij hier vandaag staan, dan staan we hier voor Lisbeth. En dat verhaal wil ik u wel vertellen. Een 87-jarige cafébazin die begin dit jaar werd beroofd en mishandeld door allochtoon Roma-tuig, terwijl ze snacks boven haar zaak sloeg. Ze vertelde me snikkend. De tranen rolden over haar wangen, hoe ze nog iedere nacht opnieuw angst heeft en die horror opnieuw beleeft. En toch beste vrienden, ben ik bijzonder hoopvol. Voelt u het ook? Ik voel het alvast. Het einde van die politieke elite is in zicht. Hun dagen zijn geteld. Er waait een nieuwe frisse wind door Vlaanderen. En dat die frisse wind, dat zijn wij. Want wij zijn ondertussen meer dan een partij. Wij zijn een steeds groeiende beweging. Steeds meer mensen openen hun ogen. En steeds meer mensen sluiten zich aan bij onze partij. En wij zijn geen partij van extremisten, maar een partij van gewone Vlamingen met gezond verstand. Wij capteren geen ongenoegen in de samenleving, maar wij capteren de hoop van de gewone Vlaming die al veel te lang genegeerd wordt. Want wij hebben een drijfveer, beste vrienden, die 1000 keer krachtiger is dan onze tegenstanders.